Schoofs. Burgess wijkt nog even. En Schoofs trapt. Bal wijkt af en valt erin. Opslag voor rust. Dan toch de 1-0 voor KV Mechelen. Volzijr kijkt. En Puertas is blijven liggen. Hier dit wel gaat herbekeken worden. Ik denk niet dat het een echte fout is van Gooi. Via been van Burgess. Het geleoleert hij erin. En het geluk aan de kant van Schoofs. Nee, het is de trap aan het voet nog van boven. Ja, de voet van boven. En beter kan hij niet binnenvallen. Totaal buiten het bereik van Maurice.